Ik wil een sim, ik wil een sim, ik wil een sim. Ik wil een sim, ik wil een sim, ik wil een sim. Ik wil een sim, ik wil een sim, ik wil een sim voor nee. Michael heeft een hond genaamd Koos. Toen hij Koos net kreeg, merkte hij dat hij hem af en toe moest laten schrikken als hij iets deed wat niet mocht. Hij had dan een kort fluitje bedacht waarop Koos dan heel goed reageerde. Maar nadat Michael dat fluitje een paar keer had gebruikt, ging hij er variaties op bedenken. En daar kwam dan dit leuke liedje uit. Mogen we luisteren, Michael? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Over het eerste fluitje? Oh, nee, ik heb hem al. Nou, dat is wel een... Ja, Koos die raakt niks meer aan natuurlijk. Nee, nee. Maar dat lijkt me een heel ingewikkelde melodie, Eloïse, van het VU Studentenorkest, om hier dan nog even een symfonietje van te maken. Ja, nou eigenlijk was het wel best wel een simpele melodie juist. Want het is een soort simpel vrolijk liedje. En het lijkt een beetje op een mars. En eigenlijk deed het mij al meteen heel erg denken aan zo'n oorlogslied die de militairen altijd floten. Maar terwijl ik het niet had gehoord hoe Michael het had ingefluit. En het is dus, het klinkt erg hoopvol en daarom is het in majeur geschreven. En de eerste violen en de fluit spelen de melodie. En dat eindigt ook met een loopje omhoog. Dus dat maakt het gelijk hoopvol. En de laagstrijkers spelen pizzicato en dat is dus wat je op de snaar plukt. En daardoor wordt het een beetje oempa, oempa, oempa en dat komt er dan onder de melodie en dat heet ook wel napikken, dus dat is wel grappig. Mooi, nou, ik ben heel benieuwd. Ben jij benieuwd, want jij wou er graag een symfonie van, beste Michael. Heel benieuwd. Zeker nu het een mars is geworden dus. Ja, is Koos bij je in de buurt toevallig? Nee, ik ben er maar mee. Nou, dan moet je hem alleen voor jezelf horen. Dit is wat het VU Orkest speciaal voor jou heeft gemaakt. Heel vet, heel vet. Je eigen symfonie krijg je bij deze. Hoe ga je hem noemen? Ik denk Koos Foei. Koos Foei.